Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ja mensen, ik ben really excited. Dat is omdat ik vandaag weer naar Lenka ga gaan. Het is gewoon een topper. Waar het mag gezegd worden. Ik ben om net wakker. Ik heb geen ochtendfeest. Oké, ik heb ochtendfeest. Het is nu 8 uur en 6. What? Ashley, hoezo kun jij zo vroeg opstaan? Ja, als ik ergens naartoe moet, moet ik wel vroeg opstaan, hè? Ik bedoel, ik moet mijn douchen, ik moet fresh uitzien, alles. Maar zo, ik heb er echt wel zin in. Ik heb mijn douchen, ik ga iets ontbijten. Waarschijnlijk een sandwich of zo. Ik ga nu gewoon naar beneden gaan. Mijn eerste ding dat ik doe altijd op een dag. Laat weten in de comments of jullie dat ook doen. Is naar het toilet gaan. Als ik opsta, direct naar het toilet gaan. Hey. Ik kan niet eten, ik kan niet drinken, ik kan niets doen, maar ik moet eerst naar het toilet gaan. En dan komen de goodies. Eten, drinken. Dus, let's go. Oké, mensen. Het is tijd om mij te douchen. Ik heb er lekker zin in. Ja. Oeh, ik heb er echt wel zin in. Eerst even viben op. Vrolijke instrumentalmuziek, no copyright. Oké. Ik ga mij gewoon douchen en gezien me wanneer ik klaar ben. Daarna ga ik iets lekker eten. Want nee, ik heb geen honger, maar toch moet ik iets eten. Hè? Dus ik moet niet. Ik wil iets eten. Oké, dus let's go mensen. Damn. Yo, mensen, ik kom net uit de douche. Ik ga lekker ontbijten. Fruitsapje drinken. Ik heb beleg. Sandwich. Dus ik ga lekker smullen. Ja, ik heb er echt wel zin in. Het lijkt niet zo. Het lijkt alsof ik niet enthousiast ben. Maar dat is omdat ik ineens mijn klop terugkrijg. Na die warme douche, terug in de kou. Je zou normaal wakker moeten worden. Ik ben ineens er moe van geworden. Oh, maar maakt niet uit. Ik kan er lekker van genieten. Ik ben muziek aan het luisteren. Oké, niet te veel, anders is dat copyright strike en dat wil ik niet. Ik kan lekker smullen. Maar eerst en vooral ga ik mijn hond buiten laten. Zo wel lekker eten, mensen. Ik ben aan het viben op muziek. Let's try it. What? Damn! Hoezo is het lekker? Right, mensen. Zo, mensen. Van tafel direct naar station. Dit is een beetje een rare transitie, maar ja, maakt niet uit. Ik ben nu aan het wachten op een trein om naar richting Gerardsbergen te gaan. Omdat ik naar Lenken ga. Ik ga daar wat chillen. Eentje drinken. Ik weet niet wat we daar gaan doen exact. Maar dat zien we dan wel. Maar daar heb ik eigenlijk echt wel zin in. Als ik me niet vergis, komt de trein nu al aan. Fuck. Ik had het goed om eentje te roken. Sorry voor het geluid op de achtergrond, maar dat zijn door de treinen. Ik kan daar niet veel aan doen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb echt wel heel veel zin in. Ik ga nu echt wel redelijk veel filmen bij haar. Want gelijk, andere keren heb ik niet echt veel gefilmd. Dat was wel fucked up. Maar het maakt niet uit. De trein is er al. Oh, ik heb goed om eentje te roken. Maar ja, het maakt niet uit. Ik ga gewoon naar de trein stappen, vibe op muziek. En voordat ik weet, ben ik daar al. Get up, get a down! Sowieso mensen, strijders. Oké, zo mensen, zoals jullie zien, ik ben echt keicool. Ik heb een random lipstift aangedaan. Dat is meer dan raar. Ik en Lenka zijn hier zo random een TikTok aan het maken. Maar de vibe zit er goed, sowieso. Ja, als je lipstift aan. Mensen, ik moet het bekennen.
Ik denk dat ik uit de kast ga komen. Zo, oh, mensen, rustig, rustig. Dat was maar een grap. Hoi! Mensen, dit hebben jullie zo net niet meegemaakt. Jullie dromen gewoon. Ik draag zeker geen lipstift. Mensen, we hebben nog lekker viben. We gaan nog TikTok maken. Ik ga die lipstift zeker niet laten staan. Dat ga ik niet doen. Zo awkward. Yeah. Maar het is oké. Okay. Awkward zijn we ook. Mensen, ik denk dat we gaan koken. We moeten een winkel hebben. Ik wil scampi's eten op een of andere manier. Ik wil dat gewoon. Prijzen. Mensen, het is awkward. Dus ik neem hem mee op prijzen. Eerlijk gezegd, de vibes zitten er goed in, maar het is een beetje awkward. We hebben het 200 keer opnieuw moeten doen. Maar dat is oké. Awkward. Maar voor een keer die van PostNL, hij passeert ook. Ik zou zwaaien en zo. Die van Bepo is het ook. Die keek me allemaal, dus klaar naar mij. Ik ga het heel awkward maken voor u. Waarom? Ik vond echt zo... I'm the biggest fan of all of you until you love me. Wat was er net gebeurd, man? Zo mensen, we zijn hier lekker aan het viben, we zijn hier lekker aan het koken. En Lenka, wat zijn we hier aan het koken? Scampi's met look en tagliatelle en broodjes. Zoals je gehoord hebt. Ik heb er echt wel al zin in. Dus we hebben nu de scampi's zeg maar. Hoe noem je dan? Mensen, boter is aan het smelten. We gaan lekker scampi's bakken. Scampi's met tagliatelle en looksaus, toch? Ja. En lookbroodjes, dat niet vergeten. Ik heb er echt wel zin in. Maar we zijn er ook eentje op gemakske aan het drinken. Zoals gehoord. Ik ben niet tipsy. Dat ben ik niet. Alsjeblieft. Ik ga mij ook nog eentje uitschenken. Je hebt gelijk. Sowieso. Laat het u smaken. We gaan er nog verder van genieten. We hebben net gedaan met eten. En ik heb dat jammer genoeg niet kunnen filmen. Omdat ik het gewoon niet kon. Ik kan eerlijk toegeven, ik heb een klein beetje gedronken. En dat mag gehoord worden, maar je mag niet drinken als je nog geen 18 bent. Dus, maar... Ik heb samen met haar hier eentje gedronken. Zartjel. Dat mag eens. Viben. Maar ze biedt nog TikTok-video's maken in een parkje. Sowieso. But first of all, ga ik eerst naar het toilet. Ik ga een keer goeiedag gaan zeggen tegen haar of hem. Ik zie jullie zo. Zo mensen, we zijn lekker aan het viben. We zijn nu op weg naar een soort bos achter iets, een parkje. We zijn hier lekker aan het viben. We zijn op weg. Nogmaals naar een park. Zwartjel. Ik zou zeggen, geniet van de beelden die er nog aankomen. Want het gaat echt wel vet worden. Stay tuned! The next day. Zo mensen, dit is alweer de volgende dag. Ik heb gisteravond / nacht niet verder kunnen filmen omdat ik niet in staat was om te filmen. Ik heb zoveel gedronken dat ik domme dingen begon te doen. Ik begon kinderachtig te doen. Ik begon mijn struiken te steken. Ik verstopte mij en Lenka en de moeder van Lenka wou mij helpen. Maar ik liet het niet toe. Waarom weet ik niet. En ik ben er echt fout in geweest. Ik maak zoveel fouten de laatste tijd. En ik moet zeggen, ik vind het fucked up. Maar als je dronken bent, wat kunnen doen? Ik heb net schijnt ook een hek kapot gemaakt en zo. En that's not me. Echt, drank is zo onveilig. Ik raad niet aan om dit te doen, echt niet. Maar kijk nu. Gisteren was het zo tof en ineens... De vibes een beetje raar tussen mij en Lenka. Dus... Ik heb dingen gezegd waar ik totaal geen spijt van heb, maar gewoon... Het hoorde niet. Ik hoorde het niet te zeggen. Maar that's life, my mans and girls. That's life. Soms doet je iets waarvan je niet trots op bent en
had hij daarna ook wel schuldig voelen, gelijk nu. Ik voel me echt fucking schuldig. En Lek, als je deze video ziet, of de moeder van Lek, als je deze video ziet, sorry. Gewoon, sorry. Meer heb ik niet te zeggen en bedankt om mij te helpen. En dan ben ik oprecht. Hé, maar dit is wel fucked up, maar eigenlijk een keer les. De vibes waren redelijk slecht. Ik voelde me niet goed. Geloof mij, ik was in alle staten, maar nu, I'm back. Ik ben lekker eten aan het maken, ik ben dus ik ga gewoon zo een zak maken van het Aldi. Hier zit hier aardappelen en courgetten. Kersttomaten en... Wat er? Gegrilde rode paprika. En ja, gewoon kippenboomstammetjes. Ik heb er echt al zin in. Ik heb echt zin om te eten. No cap. Ja, maar dat is meer. Ik eet altijd. Ja, muziek staat niet aan. Ik ben hier aan het viben. Maar dat is niet zo erg. En Mieke, heb jij ook een beetje zin in? Heb jij ook zin in, meisje? Heb jij ook zin in? Vertel een keer, lieve kijkers. Ja. En die vertelt een keer. Ja. Vertel een keer. Ja. Voilà, ze heeft jullie een kusje gegeven. Oh, je bent toch lieverd, hè? Andrew. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, ik dacht dat hij echt mee ging lopen. Wow. Run. Oké, dit is echt kinderachtig. Maar ik moet nu echt wel doordoen met het eten. Of het komt gewoon niet klaar. Jullie gaan zien wanneer dat het klaar is en wanneer ik ervan aan het eten ben. Zo mensen, eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn, want ik ga er lekker van genieten. Dit ziet er goed uit. Damn, hoezo is het lekker? Let's try it. Oké, mensen, we zijn hier al een paar dagen verder. En ik moet zeggen, deze vlog is fucking raar. Sorry voor het vloeken, maar het is gewoon zo. Ik heb net de beelden teruggekeken. Ashley, waar zijn jullie mee bezig? Hij kan drinken, maar heb gewoon gezopen. Ja, me, die talk to, doe de camera. Cool, maar ik zit nu in mijn tuin, een beetje chillen met mijn hond. Maar ik weet niet hoe dat de vlog verlopen is. Ik denk echt wel niet leuk. Ik heb echt wel een fucked up situatie achter de rug. Kleine sidewall. Wat komt erop neer? Het is niet goed gegaan. Dus link aan mij. Fucked up. Yeah. En ik was kinda sad. Hey, dat is normaal. Het hoort zo. Het mag wel eens. Maar je moet gewoon je terug herpakken. Lijkt mij. Positieve vibes weer. Sowieso. Even viben. Zie, zalig, zo moet het, mensen. Maar ik ga hier de vlog afsluiten. Ja. Ik ga een kamoekoen afsluiten. Sorry voor deze rare vlog. Oh, ik kijk er zo goed op. Ashley, je moet gewoon niet meer vloggen als je dronken bent. Daar komt het op neer. Dat is gewoon zo. Ik vind het grappig. Maar zo mensen, hebben jullie genoten van deze vlog? Vergeet dan zeker niet de blauwe duimpje in het lucht te doen. Hieronder heb je een balkje waar dat rood staat. Abonneren, klik daar zeker even op. Dat wordt in het grijs gezet. En dan ben je geabonneerd. Daarnaast... Girl, what are you doing? Run. Gaan doen, meisje. Daarnaast heb je notificatiebelletje. Klik daar zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd ga zeggen, dat is tot de volgende video of vlog later. Wow, wait a minute. Later.